zijn dubbel hard gebakken tegels. Die zijn door koninklijke Tichelaar uit Makkum gemaakt. Gebakken en beschilderd. Ik meen dat die twee schilders van Tichelaar een jaar hebben over gedaan om dit voor elkaar te krijgen. En ik ga ze aanbrengen. Het is ongeveer 1100 vierkante meter, alles bij elkaar. En je zit ongeveer op 80 tegeltjes in vierkante meter. Dus zit je rond de 82.000, zo'n beetje, daar kom je op uit. Enfin, dit is nu het begin, dus ik ben nog niet zo ver. Door die radius is dat een beetje rond. En die tegels die zijn ook in die radius gebakken. Dus je krijgt niet dit, maar je krijgt een mooie ronding. Ja, super elastische lijn, een hele goede hechting. En blijf je in één keer goed hangen, zeg maar. Ze zijn dus allemaal genummerd, de tegels. En we hebben het verdeeld in secties. Sectie 23 en de 34e rij en de I. Dat betekent de letter I. Dat is de 9e tegel in de rij. Dus dan komt hier op het eind. Dat is de 9e tegel.